Goedenavond Nederland. Not zeker not least. Vraag ik uw applaus voor de SOPN Johan Onderkamp. We leven in een hele bijzondere tijd. 20 jaar geleden zagen we het faillissement van het communisme. Alle grote problemen die we nu hebben, en die alleen maar erger worden aanhouden, laten zien dat we nu met het faillissement van het kapitalisme te maken hebben. Het kapitalisme en het communisme zijn ideologieën uit de 19e eeuw. Die zijn niet meer van deze tijd. Wij gaan toe naar een nieuwe tijd. In die nieuwe tijd hebben we geen ideologieën meer. We zijn, laten we liever nodig, beperkt en zienswijzen die uit het verleden komen. Wij gaan toe naar een vrije samenleving waarin optimale ruimte is voor iedereen om zichzelf te ontplooien. De SOPN is een partij die ons wil helpen die stap te maken naar die nieuwe tijd. De SOPN gaat zelfs zover dat we naar een tijd gaan waarin we ook geen politiek meer nodig hebben, want politiek komt uit die oude wereld. De SOPN is een soort paard van Troje wat zichzelf overbodig wil maken, omdat wij vinden dat de politiek veel te ver bij de mensen vandaan staat en niet doet wat wij in het land willen, maar wat op dit moment het belang is van hele grote bedrijven en van de banken. Dat noemen wij een schijndemocratie. En in Europa zien we dat op nog veel grotere schaal. Het Europese parlement controleert niet of nauwelijks wat de Europese Commissie allemaal bedenkt en daar wil de SOPN een radicaal einde aan maken. De tijd van vernieuwing is nu en daar staat de SOPN voor. 100% openheid, 100% inspraak. Dat is ook mogelijk. Mijn voorgangers hebben er al een aantal dingen over gezegd. Het kan nu, we kunnen op een andere manier verder. Wie nu nog op een oude politieke partij stemt, die moet straks niet gaan zeuren wanneer de problemen nog groter worden. Er is een hele grote kans om nu de roer om te gooien, want we staan op de rand van de afgrond. En dat zegt niet alleen de SOPN, dat zegt ook oud-SER-voorzitter Herman Wijfels. Die heeft er een hele mooie lezing op gegeven in Lowlands University. Ook hij onderkent dat de oude politiek failliet is, dat het systeem, het economisch systeem dat wij bedacht hebben, voorbij de houdbaarheidsdatum is. Het is nu echt tijd in Nederland om op een andere manier verder te gaan. Doen we dat niet, dan zullen we daar de consequenties van trekken de volgende jaren. Ik dank jullie voor de aandacht. Dank u wel. Bert. Die SOPN staat bij mij bekend als UFO-partij. Ja. Oeh. Meer verdiepen, niet UFO-partij. Maar kunt u misschien wat vertellen over dat UFO-verhaal? Want dat zal niet uit het niets komen dat ik dat denk. De SOPN is voortgekomen uit een aantal alternatieve websites. Omdat we vinden dat het nieuws, vooral de ANP... Welke websites? Alternatieve websites, ja, zoals nieboeren.nl, pateo.nl, wantonow.nl, argenzoog.org en er zijn nog een heleboel andere. Allemaal websites die op een hele onthullende manier zaken laten zien die op dit moment niet worden meegenomen door de mainstream media. Wij zien daar een hele duidelijke censuur in. Dat is de reden waarom het ontstaan is. Uit onvrede met de informatievoorziening die op dit moment door de televisie naar buiten wordt gebracht met name en door de kranten. En een van deze partijen, een van deze websites, nieboeren.nl, die houdt zich bezig met wat er meer is tussen hemel en aarde. En daar gaat het regelmatig over IT's. Nou, dan druk je wel mild uit. Ik ken nieboeren.nl, dat is inderdaad vrij breed, dat meer tussen hemel en aarde. Is dat inderdaad wat de SOPN ook allemaal onderschrijft, wat er op nieboeren staat? Nee, dat doet de SOPN niet. Het enige wat de SOPN benadrukt is dat we 100% openheid willen over dingen die in de lucht vliegen, die niet geïdentificeerd zijn. Of die er niet zijn. Of die er niet zijn, maar dat is ook open daarom. Er zijn heel veel landen die hebben een zogeheten UFO-fase al werk af vrijgegeven. Nederland is een van de weinige landen die er heel spastisch over doet. Daar wil de SOPN 100% openheid over. Want als daar iets is, hebben wij het recht als burgers om te weten wat er in de lucht vliegt. Oké. Dank u wel. Ja, de kern van de democratie is natuurlijk dat mensen op de een of andere manier vertegenwoordigers kunnen kiezen of invloed uitoefenen. Het is helemaal niet aan deze tijd gebonden. Het demos komt uit de Griekse oudheid. Het democratiebegrip is heel erg oud. Wat mij nou een beetje zorgen baart, u schaft alles af, maar hoe zit het nou met de vorm van de democratie? Want heeft u daar goed over nagedacht? Als je de oude politieke partijen afschaft, dat wilt u, wilt u zichzelf overbodig maken, begrijp ik. Wat komt daarvoor in de plaats? Hoe kunnen mensen hun stem of
Hoe worden ze vertegenwoordigd? Hoe is de democratie dan? Wij zitten op dezelfde lijn als de Piratenpartij, omdat wij zeggen de inspraak dient zo laag mogelijk in de samenleving georganiseerd te worden. Wij zitten al heel erg in een top-down structuur, waarin bovenin de piramide allerlei beslissingen worden genomen, die helemaal haaks staan aan wat mensen onderin in de onderste laag willen. Maar u weet dat er staten zijn waar bijvoorbeeld geen grondwet is, waar geen democratische rechtsstaat is. Dat zijn allemaal dingen die wel geregeld moeten worden, wil deze inspraak enige effect hebben. Ik hoor mij ook niet zeggen dat de grondwet afgeschaft moet worden. Ik leg nu allemaal dingen in de mond die ik niet gezegd heb. U zegt dat u van alles wil afschaffen en de politiek, dat zit letterlijk gezegd, overbodig maken. En ik stel dus de vraag, wat komt daar nou voor in de plaats? Wat wij overbodig willen maken zijn politici die voor hun eigen carrière gaan en die niet het volk vertegenwoordigen. Voor mij is een politicus een gediplomeerde leugenaar van professor. In Nederland, welke vragen stromen binnen? Nou, een belangrijke die ik terug zie komen is dat de SP en de Gem trilt. En ik heb het woord nog niet eerder voorbij zien komen. Ik zie op Twitter wel heel veel voorbij komen dat u die af wil schaffen. Wat kunt u daarover zeggen? Nou ja, kijk, heel veel mensen kijken de hele dag naar beneden. Die lopen zo rond, die denken dat dit de wereld is. Wat ik mij vraag is, kijk eens gewoon een keer omhoog, Sammy. En kijk eens wat er in die lucht allemaal gebeurt. Er vliegen vliegtuigen voorbij. Voorbij die korte streken hebben. Er zijn ook streken die de hele dag blijven hangen. Dat vinden wij raar. Wij willen daar openheid voor. Ook hier weer 100% openheid. Als er inderdaad methaan als barium ook in de atmosfeer gesproeid wordt, opzettelijk, dan willen wij weten waarom dat gebeurt. Hey, Helden, dan hebben we dat uitgelegd. En precies, in de chat. SOPN is een volksbeweging voor vrijheid, vitaliteit en verbondenheid. De SOPN is de enige partij die de oorzaak van al onze problemen durft te benoemen. Namelijk de overheersing door de banken en de multinationals. Kies voor een zorgeloos leven en stem op 12 september voor de SOPN.